Europese staten kunnen op dit moment niet elkaar de maat nemen in de eurocrisis. Uh, en er is dus duidelijk een, een probleem van het gebrek aan een institutionele omgeving. Uh, maar het IMF binnenhalen is het paard van trooien. Uh, en dat moeten we niet willen. Uh, dat maakt meer kapot dan dat het goed maakt. Op dit moment zijn dus een aantal uh, economen en beleidsmakers die uh, oproepen voor een sterkere rol van het IMF uh, bij het oplossen van de problemen in Griekenland. Ik denk dat uh, dat, dat een grote fout zou zijn. Uh, ik denk dat het een uh, fout zou zijn om een aantal punten. Uh, het eerste is, en dat is iets waar economen over het algemeen uh, weinig oog voor hebben... Dat is de schade die het IMF en dit soort type interventies, structurele aanpassingsprogramma's, heeft op het hele politieke proces, politieke instituties, politieke cultuur en vooral op de lange termijn. Het kapotmaken van dit soort ja, politieke processen kan op de lange termijn een land in een Weimar-achtige situatie terecht brengen en, en, en veel van de uh, structurele aanpassingsprogramma's en delen daarvan die zijn natuurlijk ook ontstaan uh, in een tijd uh, in Latijns-Amerika uh, waarin veel uh, militaire dictaturen aanwezig waren en waarin het dus ook mogelijk was om los van consensus en besluitvorming en politiek cultuur dit soort projecten uit te voeren. Een tweede punt is dat op dit moment uh, ook het IMF uh, ja, met, met, met de visie die het heeft en die het tentoon heeft gespreid hè, sinds eh, begin van de jaren 80, eigenlijk eh, voor een groot deel met de rug naar de toekomst staat. En waarom? Eh, op dit moment zou, zouden de recepten van het IMF er voornamelijk uit bestaan dat, eh, dat een land als Griekenland eh, voor 10, 15, 20 jaar minimaal eh, aan één stuk door zou bezuinigen, krimpen, eh, en dat er eigenlijk geen enkel perspectief wordt geboden op, op dynamiek. Uh, en uh, dit is iets wat, wat misschien wel past binnen ja, strikte huishoudboekregels en, en het disciplineren uh, en, het, en het, het via die weg opbouwen van, van, van rust en stabiliteit en terugwinnen van, uh, ja, van het respect van de markten. Maar dit is niet iets wat uh, voor, voor een land in, in al haar facetten: hè, de arbeidsmarkt, de cultuur, de leefbaarheid, et cetera, ten goede komt. En dit is iets wat. Uiteindelijk ook uh, het project van de Europese Unie uitholt. Maar de Europese Unie schiet tekort in het de maat nemen van elkaar. De Europese Unie heeft uh, een groot aantal problemen. Uh, is met de euro veel te snel naar voren gegaan. Ondanks het ontbreken van, van, van instituties. Uh, ondanks de vele kritieken die er waren destijds. Dat de meest basale regels en, en een manier om elkaar de maat te nemen. Is het eigenlijk als een idealistisch project naar voren gegaan? De gedachte was te sterk, uh, ja, de markt zal toch al die economieën uh, bij elkaar brengen. Uh, de de efficiëntiewinten zullen groot genoeg zijn om de nadelen weg te nemen. Uh, en en wat, wat, wat we zien uh, is dat dat allemaal niet zo gebleken is. En, en, en de vraag is. Um, is het IMF uh, een oplossing voor het ontbreken van de instituties? Of moet het toch echt van de Europese Unie zelf komen? Uh, en, en dat moet de Europese Unie toch ook echt democratischer worden en toch echt bouwen aan al die instituties die nodig zijn om voor de lange termijn ook andere crisis uh, ja, te kunnen voorkomen? En de vraag komt dan weer terug: moet je dan op de korte termijn een huurling in dienst nemen om een probleem, een relatief klein probleem als Griekenland, op te lossen? Uh, uh, en en wat, is, wa, wa, ja, wat is de prijs die je daarvoor gaat betalen op de lange termijn voor het inhuren van zo'n huurling? Nou, mijn idee is dat uh, de prijs die daarvoor betaald gaat worden uh, veel te groot is. Uh, dat het vertrouwen in het, in, het, in het Europese project als zodanig uh, ja, afneemt en uh, dat dit ook niet behulpzaam is en ook niet de juiste prikkels geeft aan de juist al die Europese landen om nu echt op de korte termijn te werken aan substantiële instituties.